Hallo? Ja. Dus die manifestatie van vrijheid en liefde 21 juni, die is verboden. Voorlopig. En ik denk ook, ik verwacht ook niet dat de rechtszaak zomaar 1, 2, 3 gewonnen is. Want de krachten waar we mee van doen hebben, die zijn heel groot en die geven zich niet 1, 2, 3 gewonnen. Dus ik denk dat we de komende tijd voorlopig echt even moeten gaan nadenken over een systeem buiten het systeem. Voor degenen die in vrijheid willen leven. Hoe we elkaar gaan helpen en hoe we dat... Ja, een systeem buiten het systeem.